Het ministerie van LVV is op zoek naar een perfecte succesformule voor de agrarische sector. LVV-minister Pralat Seudin zei vandaag tijdens de vierde Value Chain Platform Meeting en Workshop van de Suriname Agriculture Market Access Project SAMAP dat hij zaken binnen de sector de afgelopen tijd heeft geanalyseerd. Nu wordt er in het bijzonder gekeken naar hoe er effectief kan worden gewerkt om de branche capabeler te maken. Laten we kijken naar wat kunnen wij met minimale inzet tot een succesvol willen maken waar wij en ieder met onze kleinschaligheid in passen en met elkaar toch nog een bepaalde schaalgrootte kunnen realiseren. En ik heb gezien een aantal projecten van ons die hier misschien een 5 euro kosten, in het buitenland een drievoudige, viervoudige. Omdat je daarbij ook die tussenhandel hebt, is ook een grote kwaad binnen onze agrarische sector. Ik heb ook een poos geleden in Nederland gewerkt op een groothandelcentrum. Ik zag producten uit Suriname gaan, maar ik heb toen ook geteld tussen de boer en de consument, in Nederland in dit geval, hoeveel schakels er niet waren. Seudin zegt verder dat het niet zo mag zijn dat schakels binnen de agrarische sector niet groeien. Tijdens de workshop hebben verschillende belanghebbenden gediscussieerd over hoe de branche tot bloei te brengen. Erik Ceballos, Chief Technical Advisor van de Voedsel- en Landbouworganisatie FAO, zegt dat het idee om onder de belanghebbenden een landelijk platform binnen het agrarisch gebeuren te vormen een goed idee was. The platform idea, the idea of bringing the stakeholders together, is growing and growing. SAMAP started with fruits and vegetables, cassava, we have those. And then the government took the initiative, actually the president of Suriname took the initiative to establish one platform for the rice sector. And under a presidential initiative, under the leadership of the president, one rice platform has been formed, it's constituted and operating. So we invited Director Jairan, who leads in this work, to tell you what is it, that platform, how they did it, and if it is that what you are looking for this platform. Last but not least, there is a bigger picture. Ceballos staat achter de visie die er nu in Suriname bestaat om de agrarische sector te stimuleren. Het netwerk dat de afgelopen tijd is opgezet, zal zeker bloei binnen de sector kunnen bewerkstelligen.